eerste en derde set hebben we altijd op voorsprong gekomen. Bijvoorbeeld in de derde set is het om 21-16 voor. En op zo'n niveau, dan moeten we winnen. Dus we maken individuele foutjes en dat mag eigenlijk niet op zo'n niveau. Als je op zo'n punt op voorsprong komt, dan moet je dat ook kunnen afmaken. En dat is heel frustrerend. Want in zowel de eerste en in de derde set hebben we die kansen gekregen. En we hebben die niet kunnen benutten. En dat is heel frustrerend. Op een gebrek aan ervaring kan je toch niet meer steken eigenlijk nu? Ja, gebrek aan ervaring. We spelen ondertussen al verschillende jaren samen. En er zijn ook verschillende spelers die in het buitenland spelen, in goede competities, of in Belgische competities en een top van België. Dus ik denk niet dat dat een gebrek aan ervaring is of zo. We moeten gewoon meer groeien en we moeten die fouten vermijden die we op het einde maken. Ook al is het individueel één puntje, als iedereen één puntje maakt, dan kan er een groot verschil maken op het einde. De kansen hebben we wel gekregen, zoals op het Europees kampioenschap tegen Duitsland. Die kansen hebben we gekregen, maar we hebben het gewoon niet. We kunnen het eigenlijk niet afmaken. En de kwalificatie? Einde kwalificatie. Er bestaat, ik weet niet hoe we moeten rekenen, maar al sinds er blijft nog altijd een kleine kans. We moeten voluit aan het programma voor Polen. Ook al weten we dat hij echt de wereldkampioen is en dat dat super moeilijk zal worden. Maar ja, nu het is erop en eronder. We moeten er gewoon blijven voor gaan en we zien wel wat we kunnen doen. Ook al is het misschien 1 of 2 sets pakken en dan tegen Servië voor de winst gaan, dat kan misschien al voldoende zijn om door te gaan. Ik weet het niet. Wiskundig, hoe we allemaal blijken, maar we moeten gewoon er voluit voor gaan en we moeten erbij in geloven. Ook al is het een heel harde opdracht nu om 3-0 te verliezen tegen Duitsland, dat eigenlijk echt wel te pakken was.